inflatierisico en pensioen. Bij uw pensioen draait het om het bedrag waar u later van kunt leven. Geld kan meer of minder waard worden. Voor de waarde van uw pensioen is het risico dat geld minder waard wordt belangrijk. Wat is inflatie? Inflatie betekent dat geld minder waard wordt door prijsstijgingen. Boodschappen worden vaak duurder, de huur gaat omhoog en de kosten voor het abonnement op uw favoriete tijdschrift stijgen vaak ook elk jaar weer een beetje. Als uw kosten stijgen en uw inkomen blijft gelijk, dan kunt u minder kopen met uw geld. Door inflatie daalt dus uw koopkracht. Wat is de invloed van inflatie op de hoogte van uw pensioen? Inflatie kan op meerdere manieren een rol spelen en invloed hebben op uw pensioen. Bijvoorbeeld wanneer u uit dienst gaat en uw pensioenregeling via deze werkgever stopt. Het bedrag voor uw pensioen groeit dan niet meer en wordt door inflatie minder waard. Afhankelijk van uw pensioenregeling wordt uw pensioenuitkering wel of niet aangepast aan loon- of prijsstijgingen. Als uw pensioen niet wordt aangepast, kunt u straks minder kopen van uw pensioen. Hoe houdt u hier rekening mee? U kunt zelf extra geld opzij zetten voor uw pensioen, bijvoorbeeld door te sparen of met een lijfrente.